De avonturen van Roeland de Kasplant. Tot nu toe hebben we u alleen nog maar bijzondere dagen uit het leven van Roeland getoond. Maar vandaag is gewoon een dag als alle anderen. Roeland ligt rustig in zijn bed. Het is zo'n dag waarop alles zijn gangetje gaat. Roelands eten en drinken loopt regelmatig door buisjes via zijn neus zijn lichaam binnen, waarin vlijtig spijs wordt verteerd. Doordat zijn eten vloeibaar is, is dit proces voor het lichaam van Roeland een koud kunstje. Als de voedingsstoffen op de juiste wijze verdeeld zijn, wordt de rest via Roelands darmkanaal afgevoerd en komt het uit in een stoma. Een bescheiden zakje bij Roelands buik. Als Roelands eten op is, vervangt moeder het lege zakje voor een vol zakje. En als Roelands stoma vol zit, vervangt ze het volle zakje voor een leeg zakje. Als vader van zijn werk thuis komt, komt hij altijd even goedendag zeggen. Roeland. En vertelt hij iets over wat hij die dag op kantoor heeft meegemaakt. Ik heb vandaag zo gelachen op kantoor. Je kent die school te wel. Vandaag heeft vader met een collega, een andere collega, een poets gebakken. Wat voor de nodige hilariteit heeft gezorgd. Dat is honing. Oh God. Oh, dat was lachen. Ja. Ja. Dan gaat vader naar beneden om te eten en de avond door te brengen. Dat is de jongen. Roeland gaat altijd vroeg slapen. Roeland is dol op slapen. Nou, Roeland, slaap dan maar lekker en tot morgen.